Er is een overeenkomst tussen de twee moorden waar Bart van U van verdacht wordt. Beide slachtoffers, zijn zus begin dit jaar en oud-minister Els Borst vorig jaar, waren openlijk voorstander van abortus en euthanasie. En Van U is daartegen. Dat bleek vandaag in de rechtbank van Rotterdam. Van U legde daar een verklaring af, maar hij maakte niet bepaald een stabiele indruk. Volkomen verward. Ik kan het eigenlijk niet anders uitleggen. Waar het een beetje op neerkomt is dat hij zegt dat hij zijn zus heeft doodgestoken omdat zij hem al vanaf zijn jeugd treitert. Omdat ze hem kennelijk wilde laten opnemen. Omdat zij anders dacht over dingen als euthanasie en abortus. Dus het was een raar verhaal, maar hij gaf wel toe dat hij zijn zus heeft neergestoken. En hij zei eigenlijk, ik kon niet anders, ik moest mezelf verdedigen. En toen hem werd gevraagd of hij spijt had, zei hij nog van ja, ik heb vooral spijt dat ik hier moet zitten om me te verdedigen. Maar hij sprak geen woord over spijt van het doodsteken van zijn zus. Hij zei zelfs dat hij het in soortgelijke omstandigheden weer zou doen. Bart van U zelf heeft geen woord gesproken over Els Borst. Wat wel opviel was dat hij zo zat te hameren op het feit dat zijn zus andersdenkend was over euthanasie en over abortus. Daar was zij voor. En wij weten van ex-minister Els Borst dat zij dat ook was. Ik weet dus niet of daar een verband ligt, maar het geeft wel te denken.